Goeiedag, wij gaan binnen een paar ogenblikken spelen op deze Duchamp harp. Het is een welbekend fietswiel op een stoeltje van Marcel Duchamp. En toch is het anders dan anders, want wij gaan het gebruiken als een muziekinstrument. Eerst een woordje uitleg hoe dat het hier terechtgekomen is in de tentoonstelling van het Smak. Het maakt eigenlijk deel uit van een subtentoonstelling Eyeliner van Ivo Provoost en Simone de Nicolai. Zij zijn in een volksbuurt in Gent rond gaan wandelen, hebben 28 objecten gekozen uit op vensterbanken. En op een van de vensterbanken bij Stichting Logos in Gent stond dit fietswiel. Deze Duchamp is gebouwd door Godfried Willem Raes en heeft eigenlijk een voorgeschiedenis. Want de eerste keer dat we erop geconcerteerd hadden, hadden we 12 dergelijke instrumenten in felle fluo kleurtjes geschilderd. We waren dan ook in de jaren 70. En het werd een concert met 12 uitvoerders van de groep Koen, Genesis P. Orridge en Cosi van Toeting. En het was een leuke bedoeling, want er waren overal contactmicrofonen aan vastgemaakt. En je kon dus op verschillende delen van de Duchamp harp, zoals we ze noemden, gaan muziek maken. Wij gaan dat ook doen, maar hier zitten de microfonen niet op het fietswiel zelf. We hebben ze onderaan gemonteerd en het idee is met contactmicrofonen, zodat alle kleine geluiden, maar ook de grote geluiden, uit het wiel getoverd kunnen worden, maar ook uit het stoeltje, het ronddraaien van het fietswiel, het bespelen van de spaken. En wij die dat gaan bespelen zijn de Logosvrouwen en dat is Karin de Vlijt die op dwarsfluit zal spelen en Maya Jantar die haar stem zal gebruiken en ik zal op deze Duchamp harp muziek maken. Enjoy it. Dank u.